Ik zat nog niet aan drukte eigenlijk op het trein, ik had het erg verwacht. Toch had ik een keer aangesproken. Maar dat hoort erbij, dus dat weet je sowieso als je trein pakt en zo met allemaal mensen die nog naar het school moeten, denk ik. Het valt toch mee, eigenlijk. Er is nog veel plaats. Dus ja, een beetje stresselijk altijd. En dan gaan we vertrekken. Plein is juist vertrokken met de rijden. En dan gaan we, dan bakken we de tram. Dus spannend allemaal, hè. Zo, we zijn nu in het station. En we gaan nu de tram pakken. Richting het Zuid-Gent. Dus ik zie op tijd is, dan hebben we nog wat tijd over. Als we te laat zijn, zijn we te laat. Ik kan niet meer doen dan, dan deze trein te pakken. Want die andere was te vroeg. Dus wat we kunnen doen natuurlijk. Dus we gaan eens kijken naar de tram. Ik zit wel een beetje, ook al heb ik niet zo heel veel aan. Toch zweet ik een klein beetje. Zo. Dus we gaan maar al eens een keertje wachten op de tram. Dat we hier zoveel mogelijk mee te nemen. Verhalen. Gisteren heb ik trouwens de 20k gehaald op TikTok. Dus ik schoot mijn eigen dood erin. Want ja, ik had het eigenlijk nooit verwacht. Ik wist wel dat ik er zou aankomen, dat misschien wel, maar dat het effectief ging gebeuren. En zo snel, nee, had ik nooit gedacht. Maar ja, hop naar de zoveel. Hè. Dus het is niet dat dat heel speciaal, maar voor mij is het eigenlijk niet zo speciaal. Voor mij is het gewoon, kijk, ik maak gewoon maar de video's. Maar ik word wel af en toe herkend. Dus deze moeten we niet hebben, we moeten de volgende hebben. Dus ik heb dat op pauze gezet. En dan gaan we nu richting het ziekenhuis. Dat ik wel een beetje vertraging heb gemaakt, maar goed, het hoofd erbij. Dus we zijn officieel te laat. We hebben een briefje. We zijn eerst in de wachtzaal, we moesten een briefje hebben en zo. Dus ja, en nu staan we hier dus te wachten. Hè. Ik heb ook onderstel gevraagd welke dan moeten pakken. Voor de zekerheid, want anders dan sta je nog uren te wachten. Ik verdiepen moest hebben en zo. We zitten nu in de lift namelijk. Een speciaal lift hier, kun je niet dat deel. Aan deze kant zien we altijd onze buitenkant en dat is altijd spannend. Ik ben sowieso, ik ben pas om 30 geholpen, dus ja, ik wil niets gaan doen. Dus we komen naar het verdiep waar we moeten zijn. Spijtig. Ik heb het zo goed op tijd gedaan. Ik ben nog niet meer op die kant. Dus deze lijst moeten we dus weer helemaal invullen. Dat moeten we altijd doen trouwens, dus dat gaat mij dan maar eens een keertje doen. Hè. We gaan eerst de bloedopname laten doen. Dus dat is nu helemaal in het lift. Dat is beter, dus ik heb papier gekregen. En dan gaan we eerst ons bloed laten trekken en dan komen we terug naar verdiep 9. Dus dat vind ik wel een goede regeling, dat ze dan toch de mensen niet zo laten wachten. Dus dat vind ik wel goed. Dus, en dan gaan we dat nu eventjes laten doen en laten checken. En dan ga ik terug naar boven. Ik heb ook heel de vragenlijst ingevuld. Dat was wel even comforterend, moet ik zeggen. Ze vroegen dan hoe je je voelt en zo van dingen allemaal. Dus. Maar we gaan nu dus bloed laten trekken. Zo, even naartoe wandelen. Dat hebben we juist wandelen. Ja, bloed. Wat is hier? Dan moeten we even hier wachten en dan is het aan ons. Kijk. Ik ben er een keer naar aan het kijken, ze. Oké. Oké.
zo'n toestand. Ja. De telefoon is hier aangeslagen. Ik ga hem op slot zetten. Dus ze hebben nu dit al. Wordt bloed geprikt, dan wel eens. Dus. Dan mogen ze goed strekken voor mij, is dat perfect. Ik heb 3 buisjes van u nodig. Dat is goed. 1, 2, 3. Ja, heel goed, denk ik. Is het erin? Ja. professioneel toestel, zeg maar. Ja. Is eigenlijk een camera dan? Ja, wij vloggen alles rond mijn transitie en alles. Dus ook mijn dagelijkse video's. Dus daarmee. Oké. Voilà, ze. En zo weten de mensen ook een beetje wat we doen. Hè. Zeker, ja. Want veel mensen denken altijd dat is gewoon zeggen en dat is in orde. Ja, nee. Maar er komt veel meer bij kijken dan alleen dat. Ja. Zal ik duwen, hè, want je kunt even niet duwen. Wat een minuutje maar, zeg. Ja, kijk, voilà. Het is al in orde, hè. Voor de ja. Het is 21 september, hè. Yes. Dit vond ik een sympathieke dame zijn. Echt zo rustig, chill, niet beginnen flippen omdat er een camera in de buurt is. Gewoon chill. Dus ze hebben nu bloed geprikt en dan moeten we weer terug naar boven met de lift naar 9. En zo blijft de mens eigenlijk in conditie met al het lopen en doen. Dus dit is wat dat er gedaan is. Ik zal het straks even laten zien. Maar we gaan eerst doorlopen naar 9. Hoe rapper wij daar terug zijn, hoe rapper wij terug worden gaan. Dus we hebben nu dit meegekregen. Dit is het doosje dat we meegekregen hebben. En dit is het oudste. Kijk, een mooi uitzicht dat er is. Prachtig, hè? Ik heb het aan de andere kant wel de arena. En dan nog een voorschrift voor de beursjes. Nee, daar kan je niet veel tegen doen. Zo, wij gaan eens met de lift terug naar beneden. Dus je moet het altijd even zo aanduiden. Dat is ook altijd dit. Dan ga ik alles in de rust afsteken, dan nemen we terug de tramtrein richting huiswaarts. Dus dat is helemaal goed. Het is het wachten altijd waar, maar het duurt toch wel. Zeker omdat je geluid moet blijven, dat is soms het probleem eigenlijk, dat je dan een beetje honger hebt thuis van dingen. Zo, we zijn nu beneden en we gaan nu de tram pakken. Dat gaan we nu doen. Het is altijd heel leuk om hier om een gesprek te voeren en dan ze kunnen helpen, want dat is ook belangrijk. Maar je moet altijd heel veel vragenlijsten invullen en zo. Dus eigenlijk komt het altijd op hetzelfde neer. Maar toch vind ik het leuk om voor jullie dit vast te leggen. In september moet ik terugkomen. Dus omdat ik in augustus kreeg natuurlijk de operatie, de 16e. Dus daar kijk ik ook wel heel hard naar uit. Dus de 16e dag kom ik eigenlijk terug, eigenlijk, want ja, het is niet echt in september dat ik terugkom. Maar wel op deze afdeling, want dan word ik geopereerd eigenlijk. En vind ik dat spannend? Ja, ik vind dat spannend. Maar komt dat goed. Dus nu gaan we richting het station eigenlijk. En richting de tram eerst en dan het station. Dus ik vind het wel leuk om jullie dit altijd te laten zien. Dus ik zeg het nogmaals, als je er vragen rond hebt, stel gerust, ik heb liever dat je er vragen rond stelt, omdat je misschien dingen zegt. Of, dus we gaan hier op de tram. Deze tram gaan we pakken. Dus. Hopelijk vond jullie dit een leuke video. Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer met een goed nieuwe video. Tot ziens.